bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. What I wanna do is staat de snorren op vier. Er hangt een lapje voor de brievenbus en in de tochtigste kieren zit papier. We waren heel erg arm en niemand hield van ons. Maar we hadden thee en nog geen tv, maar wel radio en lange vingers. We gingen nog in bad, haartjes nat, nog even op, totdat vader zei: vooruit naar bed. Dan kregen we een kruik mee, gezichten op behang, maar niet echt van binnen bang. Toen was geluk heel gewoon. Buiten huilt de wind om het huis, maar moeder breidt een warme sjaal. En het ganzenbord op tafel stond er de volgende morgen nog helemaal. Ook gingen wij naar het bos, daar zijn we toen verdwaald. Van de weg geraakt, carrière gemaakt, heel die pannenkoekensmaak vergeten. En Nederland herrees, onder Drees van die blankerskoen. Die won viermaal goud in Londen, als je jokte was dat zonde. De legpuzzel kwam klaar, in het derde vredesjaar. Toen was geluk heel gewoon. Schooltas bleek het eerste teken dat de zaak al was bekeken. Voor zover je zonder plichtsbesef je leven leeft, je leven leeft. Goed rekenen bij, dus wat een flink afzienlijk moeilijk was hier. Zieke samenstelling van die mannen, en ik ken ze natuurlijk allemaal. Dan denk ik, wel eens een groep die wil ook, er is niemand die zegt, joh, ik doe je mee. Nee, iedereen weet zijn best en iedereen weet gewoon mogelijk dat het cool is. Zelf had ik halverwege, had ik het best wel zwaar een paar keer met je laten lopen. Dus, maar gelukkig kon ik uiteindelijk toch goed een steentje bijdragen. Wat ik me even afvroeg tijdens de koers, ik zie jou natuurlijk ook jaarlijks. Ben jij begonnen eigenlijk bij DDS? Ja, hè? Altijd deze is trouw gebleven en wat dat betreft is het er maar één groep voor jou. Ja, precies, bij de jeugd begonnen en nooit meer reden gehad om weg te gaan. Je vader nog met bestuurlijke functies? Zeker, ja. Waar zijn jullie toch ook voor van de tweede? Ja, hij staat hier ook langs de kant. Dus, je broer? Rijdt ook wel lekker mee. We zijn hier bij de rituelen.
Af en toe moet je wel eens even opleggen en die voornamen die door elkaar halen, weet ik ook. Maar goed, ze is vandaag keurig mee, man. Dankjewel. Heel goed. Laurens, ik kom eens even bij jou. Ja, we vragen het steeds. Goed zo, dan gaan jullie op het podium zitten. En de man Laurens op één. Ja, en aan de andere kant. En de tweede plaats staat daar ook op. En dat is Pakkies. In de derde plaats voor Sven. Gaan we met nummer 3 beginnen. Ja. Onze man is. Sven die krijgt de bloemen en het applaus straks natuurlijk. Kees, tweede man. De bloemen gaan naar de bloemenstad, naar Oeps Geest, naar Laurens Koster. Dankjewel. En een mooie beeld. Heel goed, Ron is er even bij voor de foto's. Haast grote plaats geven, dames en heren. Oké, gefeliciteerd. We gaan in een mateloze tijd, we zullen doorgaan. We zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Telkens als we stilstaan, om weer door te gaan. Naakt in de orkaan, we zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Als niemand meer verwacht dat we weer doorgaan in een sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Dat we samen zijn. Bij elkaar gekomen, dus nadat de wegsleepregeling goedkeuring heeft gevonden van de gemeente. In november zijn we bij de gemeente geweest voor een wegsleepregeling, want we hadden zoveel
commotie ieder jaar met auto's die op parcours staan blijven. En daar waren we dik mee aan, want dat kost handenvol geld. Bij de gemeente geweest, in eerste instantie werd het afgewezen. Na een tweede vergadering gaf ze toch de goedkeuring, de burgemeester. En uiteindelijk is het door de commissies voorgesteld om de wegsleepregeling vast te stellen. En dat is met een hamerslag in de raadsvergadering besloten. Dus voortaan hebben wij een wegsleepregeling in de Bakkerstraat. En dat, omdat de wegsleepregeling doorgaat, gaat de ronde van de Bakkerstraat ook weer door. Het is van het jaar de 60ste wielerronde van de Bakkerstraat. En het zou zonde wezen als die ronde van de Bakkerstraat verloren zou gaan. Het zonnetje gaat van ons scheiden. Het avondrood kleurt weer het veld. Zoete rust mogen wij beiden, nog door geen zorgen gekweld.